Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag en we zijn in Nijmegen. Yay! Hi Ben. Hi honey. Yeah, you're tired. We zijn in Nijmegen. We zijn eventjes afscheid aan het nemen van. Even naar deze gigantische tuin. Ja, nee, dat kennen ze al, de tuin. Ik wil het wel nog een keer laten zien. Kijk, oh, zo'n mooie tuin. Nu zit mijn mooie zoon in de tuin. Met de vla. We zijn afscheid aan het nemen van Jopke, want wij gaan bijna op vakantie. En zij is hier nog. En ik gok dat als wij terugkomen van vakantie, zij hier niet meer is. Dus zijn we hier naartoe gereden, ook met de kinderen. En Mark is er ook. Dat zagen jullie volgens mij daarnet ook in een flits. Want ook zij moeten afscheid nemen. We blijven hier niet heel erg lang, want we hebben best wel wat te doen. We moeten straks mijn auto ook naar de garage brengen in Almere. En Mark die moet nog wat doen. En ja, je mag gaan. Maar dit ding is niet. Go lekker. Away. Het geeft geen veer. Nee, maar er moet ook een dingetje op. De zon is opeens heel erg fel en warm. En Mark die moest ook nog wat boodschappen. Nou goed, anyway, gewoon druk en gezellig. En eventjes nog kletsen en doen. En ja, ik vind het best moeilijk eigenlijk. Om gedag te zeggen, terwijl ik weet dat ze in Nederland zit. En normaal zit ze nooit zo dichtbij. En nu wel. En dan... Maar goed, straks ben ik weer weg en dan zijn we weer heel ver van elkaar. Dus ik ga nog heel even van haar genieten en van Benjamin. En dan zie ik jullie zo direct weer. En we zijn inmiddels terug thuis. We zijn ook nog in Almere geweest om mijn auto af te leveren bij de garage. En afgezien van de dingen die gedaan moesten worden, krijg ik waarschijnlijk ook een... Hoe heet zo'n ding? Een afstandsbediening om de auto zeg maar van verre open en dicht te doen. Hartstikke makkelijk. Misschien dat ik een cruise control krijg. Het ligt eraan hoe duur dat is. En een nieuwe autoradio. Dus dat is allemaal heel erg cool. Maar we waren pas om 4 uur thuis. En we waren echt zo gaar als een konijn. Dus we hebben net even, want het is nu 4:15 of zo. Hebben we even lekker gezeten en gedaan. Ik ga pizza's halen. Weet je, het wordt helemaal niks meer met het gezonde eten. Tot en met dat we weer terug zijn van vakantie. En dan ga ik weer allemaal heerlijke stoofpotten en gezonde voedsel aan mijn gezin geven. Maar tot nu toe. Nu is het nog even lekker makkelijk. Ja, het was best wel heel erg moeilijk om afscheid te nemen voor mijn vriendin. Gewoon omdat ik gewoon het gevoel heb dat ze me nog nodig heeft. Weet je, de vader is nog niet overleden. Ik ben straks dus niet bij de uitvaart. En ja, ik heb daar best wel een soort van moeite mee. En zij op zich ook wel. Weet je, ze begrijpt het allemaal. En ze heeft ons een super vakantie gewenst. En ze wil ook dat we echt gaan genieten. En dat ga ik ook zeker doen. Gaat niet... Zeg maar dat ik opeens alleen maar een maand lang aan mijn vriendin denk. Ik zal aan haar denken, maar de ervaring die ik in Amerika ga opdoen, zal er niet van aan afdoen. Dat is het. Aan afdoen? Is dat een is iets? Nou goed, anyway. Maar goed, het was moeilijk om weg te gaan. En ik heb haar extra geknuffeld en we hebben ook nog geappt. En we zullen zeker ook gewoon nog blijven appen totdat ze... Nou ja, ze appen natuurlijk altijd. Dus dat soort dingen, dat komt gewoon sowieso goed. Maar goed, het was moeilijk, het was pittig. En we hebben gelukkig nu net even een uurtje gezeten. Want het was wel echt alleen maar heen en weer rijden. En ja, verder gaan we straks een film kijken. Ik weet nog niet welke film. We zijn nog een beetje de financiële zaken van Amerika aan het regelen. Zoals dat we al het spaargeld heb ik nu verdeeld over 2 rekeningen. Ja, weet je, het enige wat nu nog moet gebeuren is eigenlijk goed de tassen opnieuw inpakken. Even kijken of we wel alles hebben en wat we wel en niet willen en zo. Maar dat gaat zondag gebeuren. Morgen is ook weer een drukke dag, dus...